Mijn eerste gast van vandaag is de snelste Nederlandse aller tijden, Nelly Coman. We hebben afgesproken bij de speeltuin vlakbij Centraal Station, maar daar groeide ze op. Spreken. Dit is mijn plekje waar ik ben opgegroeid. Hier zat ik, als ik niet naar school ging, zat ik iedere dag hier te spelen. Dit was mijn tweede huis vanaf mijn 10e. En dat is nostalgie. En hier ben ik ook ontdekt, hè, met sporten. Oh ja? Ja, vertel hier, nu ziet het er best wel anders uit. Maar hier was één gedeelte alleen maar voetballen. En hier ben ik begonnen met voetbal. We deden voetbal, we deden lijnbal, we deden tafeltennis hier binnen. We deden van alles. Dus je was eigenlijk altijd aan het sporten hier? Ja, altijd aan het sporten. Dit is toch mooi, midden in de stad? Dit is een oase. Ja, dit is voor mij... Dit verwacht je ook niet, midden in de stad zo'n stukje rust. Ja, was vroeger Diergaarde Blijdorp, is vroeger hier heeft de dierentuin gestaan, hè? Voordat de oorlog er was. Maar dit is mijn plekje, ik hou van deze plek. Ja. Wat voor herinneringen heb je hier nog meer? Oh ja, ik heb gezoomd hier. Oh ja? Nee, we hadden disco hier. Wat een disco. En met wie heb je hier gezoomd? Ik weet het niet meer. Het was de La Bamba. Oh ja? Ja? Ja. Met de La Bamba mocht je zoomen. Ja. En er stopte gewoon een jongen en die kuste me. En ik was zo... Wow, joh, die kuste mij gewoon. En toen reageerde je? Oh ja, zal wel. Niet interessant. De jongens waren niet interessant toen. De jongens waren leuk om te sporten, om te voetballen, maar niet om mee te zoenen. Nee. Hoe oud was je toen je in Nederland kwam? 10 jaar. 10 jaar, ik vergeet het nooit weer. Hoe anders was jouw leven hier dan in Suriname? Suriname hadden te arm hoor. Ons huis was gewoon... Door mijn opa en zijn broers is ons huis in elkaar getimmerd. En soms had mijn moeder geen geld voor elektriciteit. Werd gewoon afgesloten. Zo. Elektriciteit werd afgesloten, dat kan ik me nog heel goed herinneren als kind. Of er was bepaalde eten was er niet. Had ze soda biscuit. En dan had ze een theezakje. Ik hou niet van sterke thee. Dat ging het zo. En dan hadden we toch thee en een stukje kaas die je... 10 cent moesten voor betalen, ging ze zo raspen met boter erbij en dan op brood smeren. En hoe anders was het dan toen je hier kwam? Ik heb in Wilde geleefd. Ik sliep wel met mijn zusjes daarachter dan op zolder. In één bed en daarna een stapelbed. Maar dat was gewoon luxe. Ik bedoel, eigen kleding. We hadden iedere dag eten. Mijn moeder heeft gelijk toen ze hier naartoe kwam, binnen 3 dagen had ze 3 banen. Want ze zeiden aan de sociale dienst, ja mevrouw, ga even naar de sociale dienst en geld halen. En mijn moeder zei, no way, ik zorg voor mijn kinderen. Dus ik heb hier een hele luxe leven gehad. Was je wel al snel tijdens het spelen? Ja. En had je toen al zoiets van, hey, ik ben snel aan het spelen? Nee. Daar zou ik wel eens mijn vak van kunnen maken? Nee, ik wist niet eens wat atletiek betekende. Ik wist niet eens. Ik wist alleen, ik wilde gewoon voetbalster worden. Hè. Ik wil in de nationale selectie zitten. Ik wil net zo goed worden als Johan Cruijff en Van Hanegem. Want wij hadden in 1974 kregen we een zwart-witte televisie. Hadden wij. En ik zag het voetbal en ik dacht, wauw, dat wil ik ook.
78 kregen we kleuren. Mijn moeder heeft speciale kleuren voor me gehaald. Ik had alle boodschappen gedaan en ik heb alleen maar naar de WK voetbal gekeken. En ik heb ze gehaat, omdat ze tweede zijn geworden. En dat zit diep, hè? Ik zie het. Dat zit heel diep. Argentinië, hè? Ik vond echt. Ik ben ook in Argentinië geweest. Je hebt tegen die paal geschopt, hè? Oh, echt? Ja. In het stadion. Ik was daar en ik dacht, dat is een wop. Hey, luister, ik durf het bijna niet te vragen, maar zullen we even schommelen? Nee. Ik ga niet schommelen. Ik heb last van mijn evenwicht orgaan. Ja, ik heb een ongeluk gehad. Dus als ik nu ga schommelen, dan kan je het... Kun je me naar huis dragen? Ja? Ja, ja. Gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan lekker naar de plek waar ik ontdek ben. Ontdek je plekje. Ontdek je plekje. Ja. Zo. Gaan we lekker eten? Ja. Je oude school. Ja, heet die anders nu. Ja, dat is mijn school. En dit is de ingang. Hoe ben je ontdekt dan? Nou, ik heb eerst 3 scholen. Overal afgetrapt? Nee, nou, niet afgetrapt, maar dit is mijn 3e school. En we hadden sportdag in de energiehal. En de gymleraren die waren lid van AVR toen de tijd. En is ik liep AVR? Atletiekvereniging Rotterdam. Ja, ja. Is nu Rotterdam Atletiek. En ik werd ontdekt, want ik liep gelijk heel hard en versloeg alle jongens. En ik moest nog een keer lopen, nog een keer lopen. En toen zei de leraar van, joh, kom lekker naar atletiek toe. En atletiek, ik zeg atletiek, ik ken dat woord helemaal niet. Wat is atletiek? Kom maar naar de atletiekbaan. Maar ik mocht niet meer sporten van mijn ouders. Waarom niet? Ja, mijn schoolprestaties waren zo supergoed. Maar niet heus. Nee. Dus ik mocht niet sporten van mijn ouders. En toen is Henk van der Kruk, dat vergeet ik nooit weer, naar thuis gekomen in de Kozenstraat. En ik luisterde wat allemaal gezegd werd. En hij vroeg als ik mee op trainingskamp mocht. En toen mocht ik mee op trainingskamp. En mijn ouders zeiden, je gaat alleen sporten als je hoge cijfers haalt. Mm. En ik had ineens allemaal 8's en 9's. En zelfs 10'en. Maar vond je het wel leuk, atletiek? Atletiek vond ik verschrikkelijk. Serieus? Ja, ik heb het echt... Als Henk er niet was geweest, Henk Krijnhoff, was ik eraf gegaan. Ik dat is vond, je trainer geworden? Ja, ik vond atletiek echt niet leuk. De trainingen vond ik wel leuk, maar alles moest je in je uppie doen. En niet geaccepteerd worden. Eerst bij AVR vond ik me niet geaccepteerd worden, want ik liep iedereen eruit. En toen ik in de nationale selectie kwam in Nederland, werd ik ook niet geaccepteerd. Waarom niet? Ja, je komt zo klein, droppie, komt aangelopen, loopt gelijk... Niemand kent er, nooit andere wedstrijden gelopen. Doet ineens mee in binnen 3 maanden Europese jeugdkampioenschappen. Terwijl zij al vanaf hun 9e iets aan het doen zijn. Maar dat zegt wel genoeg over jou. Jij was dus echt een natuurtalent. Ja, ik was natuurtalent. Maar de natuurtalent is er alleen maar uitgekomen door Henk. Hey, neem mij eens mee naar de dag dat jij geschiedenis schreef. Het wereldrecord. Vertel eens. Oké, dat zal ik even vertellen. Madrid. 1986, dagen van tevoren was ik ziek. Ik mocht niet meer trainen van Henk. Oh, als ik aan het moment denk, dan word ik nog steeds een beetje pissig op hem. De dag voor de wedstrijd, series gelopen, je gaat terug naar je hotel. En dan finale. Het was wel schitterend weer, weet ik wel. Ik heb niet... ingelopen. Ik had geen kracht meer, geen, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik leek wel een natte vaatdoek. Oh ja? Ja, ik had koorts, 37 graden koorts. Ik was tot stuffen, ik had geen stem meer. Ik sprak echt zo hoor. Catacombe in. Oh, ik kijk naar de starter. Spanjaard. Ik geef hem een knikje.
dan heb je al voor de helft, voor het 7% gewonnen. Hè? Startblokken klaarzetten, nog een keer naar de starter kijken. Als laatste in je blok zitten. En dan, toen was het gebeurd. La salida salió espléndidamente Nelly Koeman. Va a llevarse el oro y puede haber plusmarca mundial. Je weet dat je gewonnen hebt. En dan kom je terug. En dan fotograaf die daar stond. Dus ik stond als een idioot te springen en dan weg te gaan. En ik dacht aan een cadeautje die ik kreeg van Henk. En dat is? Ik mocht in El Corte Inglés mocht ik een lippenstift halen. Dat is de Bijenkorf van Spanje. Ja. En die laat ik nog, die raak ik ook nog kwijt in de taxi. Nee. Hè? Ja. Je had en koorts. Ja. En je had in de wereldrecord gelopen. Ja. Ja. Voor een lippenstift. Ja, voor een lippenstift. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Meeslager, waar ik als kind van 10 kom, bij de familie Schel. Dat is een belangrijke plek voor jou. Ja, heel belangrijk. Oké, okay, dan gaan we. Dank je. Zo, daar gaan we. Ja. Kijk uit. Ja, kom maar, die tram. Leven is gevaarlijk. Ja. Nee, maar dit moet je heel snel doen, hè, de kruiskaart. Hey, een slagerij is een belangrijke plek in je leven. Ja, ja. Dat moet je wel even uitleggen, hoor. Ik kwam als 10-jarige meisje. Was pa Schel. Ik zeg pa Schel. En opa Schel zaten in de kerk in de Doelen. En daar kwam ik als kind ook. En nu zit Freek hier, waar ik mee naar de zondagschool ging. Die zit nu hier. En elk jaar tijdens de kerstdagen... één keer per jaar help ik mee om, het is hartstikke druk in die zaak. Gewoon voor de gezelligheid. Dan sta je een beetje biefstukjes te snijden. Nee, dat doe ik niet. Ik doe alleen maar aanslaan en wat ik kan verkopen. En je vertelde net dat je een ongeluk hebt gehad. Wat is er gebeurd? Ik ben hardloopster, geen fietser. Nee hoor, grapje. Ik ben over de kop geslagen met de elektrische fiets tijdens mijn werk. Zo. Dus heb ik 3 dagen in het ziekenhuis gelegen. En jammer genoeg gaat het nooit meer over. Dus ik krijg geen auto meer. Ik kan niet meer echt sporten. Ik wandel wel iedere dag 11 kilometer, 5 dagen in de week. Maar ik kan niet fietsen, auto rijden, want... ze weten niet wat het is. Het is niet mijn evenwicht, maar het is gewoon... ik kan niet goed omkeren, ik kan hoofdpijnen en ineens val ik ook ineens weg. Dat ik duizelig ben. Zo, dat is heftig. Ja en nee. Ik heb het nu geaccepteerd. Het gaat nooit meer over. Maar wat het allerbelangrijkste is, joh, je moet er mee leren omgaan, mee leren leven. Als ik druk ben... Dan zeg ik even twee passen stoppen en ik ga andere dingen doen. Ik ben thuis, rust. En door de corona heeft ook, ik werk thuis, wel zijn voordelen dat ik, als het niet gaat, dat ik even een paar uurtjes kan gaan liggen. Waar dat heb je ik last nodig. Van? Vooral de hoofdpijnen, oorshuizen, duizeligheid. En gewoon geen energie meer hebben. Echt geen energie, hè. Dat ik soms 's morgens niet eens mijn bed uit kan komen. En echt, hoe moet ik het zeggen, niet eens het puf heb om iets te kunnen doen. Ik kan niet eens een kopje thee of een kopje koffie pakken. Zo erg is het. Zo, dat is heftig. Ja. Hoe is dat? Want je bent natuurlijk zo'n powervrouw. En opeens zit je in deze situatie. Het is heel moeilijk geweest, maar soms, ik leer ermee leven, maar soms kan ik er wel heel erg veel om huilen. Ik voel me machteloos. Dat snap ik heel ik goed. Ik voel me machteloos, maar aan de andere kant heb ik geleerd om te accepteren. En dan zeg ik, er zijn wel... andere dingen, ergere dingen in het leven. Als ik kijk naar als ambassadeur van Europa en mensen die kanker hebben, die ervoor moeten vechten en misschien niet overleven. En ik zeg altijd, mijn leven, overlevingskans is ruimer. Mm-hmm. En bij hun is het misschien zo. Dus moet ik niet zeuren.
Je bent een ongelooflijke kanje. Een echte gerstengast. Ja, dank je wel. Nou, en eet smakelijk, hè? Ja, dank je.